laat ik zien hoe de kattenpension eraan toe gaat. Wat er gebeurt als je het dier komt brengen of halen. En natuurlijk wat voor heerlijk plekje ze bij ons hebben. Voor als jij lekker in de zon zit of ergens anders heen moet. Waardoor je katten eigenlijk tijdelijk in de opvang moeten. Ze hebben het hier hartstikke naar hun zin. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. En ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vinden. Rondje door de kennel. Nou, hier kom je eigenlijk in binnen. Zit alle voer. Kunnen we de katten wegen op de weegschaal als ze binnenkomen en als ze vertrekken. Zodat we weten hoeveel ze zijn aangekomen of afgevallen. Lig je lekker? Ja. Nou, zo zien de kennels eruit. Heb je een kat met zijn favoriete knuffel? Neem hem dan zeker mee. Ga zo direct alles weer schoonmaken. Net als bij de andere kennels doen we dat ook hier. Hi! Ze hebben hier lekker de ruimte om te spelen. Ze hebben ook hun eigen krabpalen. En vooral boven de hok hebben ze genoeg plekken om zich eigenlijk lekker te verstoppen. Lekker even terug te trekken. En het fijne is, dat laat ik jullie even zien. Hé, hey, daar komt er een van buiten. Is dat we ook een buitenruimte hebben. Hier is het wat lawaaieriger. Maar ook hier kunnen ze lekker spelen. En lekker bovenin liggen. Ook in het pension maken we elke dag de hokken schoon. Dat gebeurt door de vrijwilligers of door de dierenverzorgers zelf. Dat betekent dat ook hier gewoon elke kat zijn eigen bak heeft. Zijn eigen mandje waar hij zich lekker kan verstoppen en kan slapen. Uiteraard eten en drinken. Er zitten altijd wat speeltjes in de kennel. En natuurlijk een plekje waar ze kunnen krabben. Nou, op dit moment hebben we een nieuwe bewoner straks voor de kennel. En die komt er hier. Dus je komt eigenlijk binnen met je kat. Vaak zit ze inderdaad in een mandje natuurlijk, want je hebt ze zelf gevoerd. En dan gaat de dierenverzorger even na of er bijzonderheden zijn. So I worden ze eerst gewogen. Dat doen we natuurlijk om te kijken of ze heel veel aankomen of juist afvallen. Een beetje kijken hoe ze ervoor staan. Dus dat doet Mini nu. Die weegt de kat in de tas. Dat is voor de kat wat fijner. En dan... Nou, precies 6 kilo met de tas. Dus we gaan zo de tas nog even wegen om zeker te weten hoeveel ze nou weegt. Even kijken. En na het wegen kunnen ze in het hokje. Ik heb die net helemaal schoongemaakt. Dus schoner dan dit kan niet. En dan kijken hoe de kat... laten we hem even acclimatiseren. Even rustig van zijn omgeving in zich laten opnemen. Even kijken hoe die zich gedraagt met andere katten in de buurt. En dan, ze blijven 4 dagen hoorde ik. Dus dat is niet heel lang. Maar ze zijn met z'n tweetjes. Dus dat maakt het wel wat fijner. Hey. Or do you not do that usually? You can, but there's a risk that it will. Okay. It's only 4 days, so I guess it's fine. You want this? Nou, nu gaan we alleen nog de tas wegen en dan trekken we natuurlijk de kilo's van de tas af van de 6 kilo die we net gewogen hebben. 1,5 kilo. Dus 6 min 1,5 is 4,5. 4,5. Nou, dat schrijven we op. En dan op het moment dat de katten straks al 4 dagen weer weggaan, dan wegen we weer. En dan zien we of ze zijn aangekomen, of juist zijn afgevallen, of gewoon netjes op gewicht zijn gebleven. Ja, ze komen met z'n tweeën binnen, dus we gaan natuurlijk ook alle 5 even wegen. 4,8. 4,8. Nou, daar gaat de tas dus nog af. Dus ik kan je nu al zeggen, Olaf weegt wat minder. Geeft niet. Elke kat heeft natuurlijk zijn eigen postuur. Verschilt ook natuurlijk per ras. En of het een mannetje of een vrouwtje is. Oh, nee. Nou, Olaf is wel nieuwsgierig. Die vindt het allemaal wel leuk. Hey.
En Olaf kwam ook hier vandaan, toch? Olaf was from here. Yes, yeah. Yes, in January. Dus deze mevrouw heeft Olaf geadopteerd in januari en komt nu voor het pensioen hem nog even brengen. Hij zal de kennel niet herkennen, want hij zat waarschijnlijk ergens anders, maar misschien de omgeving wel. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daarachter zit nog een kat. Dat is onze Kiwi. Die is ook heel nieuwsgierig naar de nieuwe bewoners van de kennel. Nou, dit is natuurlijk hartstikke goed teken, toch? Ja, dit is een heel goed teken. Als ze zo nieuwsgierig zijn, dan komt het eigenlijk altijd gelijk helemaal goed. Nou, we houden ook op een lijst bij wie in welke kennel zit. Dus Mini schrijft nu de nieuwe bewoners erbij. En daarna schrijven we ook hun eetgewoontes bij. Nou, het baasje vertelde net dat niet te vuil eten in één keer. Anders gaat hij schrokken en overgeven. Dus dat zetten we op de voerlijst. En dan weten de andere verzorgers en vrijwilligers precies wat de eetgewoontes zijn en waar we op moeten letten. Nou, er zijn dus ook genoeg verstopplekken voor de katten die wel lekker loslopen, maar het fijner vinden om zich af te zonderen. Vaak zitten die op de kennel. Het zijn natuurlijk de mooie hoge plekjes waaruit ze overzicht hebben. Ik sta ook op een krukje, anders kom ik er niet bij. En daar zit ook een kat. We kunnen zien. Hey, zit je lekker? Lig je lekker? Nou, die ligt lekker daar. En daarachter heb je ook nog plekjes waar ze zich kunnen verstoppen. En aan de overkant. Dus zoals je ziet is dit eigenlijk een beetje het overzicht van de kennel. Als een kat voor de eerste keer komt, dan zorgen ze er eigenlijk voor dat we ze even in het hokje laten. Zodat ze kunnen acclimatiseren, maar ook zodat ze inderdaad even tot rust kunnen komen. Even de kat uit de bank kunnen kijken, letterlijk. En nee, niet letterlijk. Figuurlijk. Maar in ieder geval even kunnen wennen aan het feit dat ze hier zitten. Nou, sommigen vinden het fijn om dus in hun hokje te blijven zitten, ondanks dat het deurtje open staat. En ik wil in ieder geval dat jullie weten dat we die ook zeker niet overslaan met knuffels. Dus we gaan even kijken of deze lieverd die achter het gordijntje zit, daar zin in heeft. Even bij zitten, maakt het wat makkelijker. Hey. Eens kijken. Oh ja, knuffeltjes. Zo slaan we er geen één over, want ze verdienen allemaal knuffels. En ondanks dat ze misschien een beetje angstig in een hoekje zitten, vinden ze het hartstikke lekker om een ei over hun bol te krijgen. Oh, kom je er zelfs voor naar buiten? Ja. Kom maar. En weer een blije hotelgast. Dus ga je op vakantie en zoek je nog een plekje voor je dier? Kom hem dan bij ons brengen. En met het geld dat jij betaalt om je dier bij ons in het kattenhotel te doen, helpen wij weer andere dieren zonder thuis. Tenminste? Ja. Ja. Zeg je dag tegen de volgers. Tot de volgende vlog.